Weet je wat ik morgen ga doen, Matthijs? Nou? En je gaat jaloers zijn. Goedemorgen, het is vandaag... Niet lachen. Het is vandaag maandag. En we zijn net wakker al een tijdje eigenlijk. Het is nu, hoe laat is het? Okay. Het is... Nee, dan denk ik zelf eigenlijk alleen geen... Ja, je kan geen klok kijken. 14:15. En we gaan nu even eten bij de seafood bar. Lekker zin in. Dus dat gaan we doen. En ik heb net weer bezoek, maar ik heb allemaal aparte stukjes geplakt. En ik vind het wel mooi. Het is wel beter dan dat je een hele rits plakt. Want... Wat kom je doen? Want dan heb je meer kans dat hij losraakt. Dus, en ik heb mijn haar zo vast gedaan met spulletjes en dat heb ik ook nooit. En dit is wat ik aan heb trouwens. Blouseje en Abercrombie & Fitch, broek, Bozant.nl, schoenen, fans. Damn, Daniel. Lekker eten bij de seafood bar. Ja, bij de zeevoedselbar. Let's go. Zo, mijn plan om te gaan editen is echt volledig in soep gelopen, want ik was in slaap gevallen. Ik ben bang dat ik nu een muis aantref. Maar nee, want ik had zo'n op de grond gezet vanochtend. Met een gedachte. Dat ik ze meteen even mee zou nemen als ik weg zou gaan. Ben ik vergeten, maar ik ga straks naar beneden. Want, zo, ik ben echt verduf. Het is nu 19:30. Ik wilde echt gewoon zwaar gaan editen, maar het is er niet meer geworden. Ik wilde toen toch tot 17:30 slapen. Het is 2 uur langer geworden. Ik ga straks een spulletjes pakken. Overleefd het. En dan ga ik naar mijn moeder toe. Want mijn broer is daar nog voor de laatste dag. Hij gaat morgen terug naar Parijs. Dus ik dacht, het is wel gezellig als ik nog eventjes daarheen ga. Want vanochtend is die weggegaan en ik sliep nog. En toen tikte hij me even aan. Toen heb ik in mijn slaap echt gedacht gezegd. Maar het is wel leuker als we elkaar nog eventjes zien. Dus ik ga mijn spulletjes inpakken. En dan lekker richting Ambacht. En ja, even zeggen naar mama toe. En morgen ga ik met Danique naar de Efteling. Dat is heel grappig, want ik zei van, goh, wat doe je morgen? Het is morgen vrij. En toen zei ze van, ja, niks, kunnen we wat gaan doen. En toen wordt het een paar weken terug over. Ja, we moeten echt naar de Efteling gaan een keer, want het is echt leuk. En toen hadden we het erover. En toen, oh, ik ben echt nog niet helemaal wakker. Toen zei ze van, oh ja, zullen we morgen naar de Efteling gaan? Oké, ja, is goed. Oké, doei. Tot morgen. Dus, dat ook. Volgens mij wordt het wel koud. Ik ga nu even goed kleren uitzoeken die geschikt zijn. En voor dit soort acties, zoals dat ik nu eventjes wegga, is mijn nieuwe weekendtas echt beste aankoop ever. Best wel veel mensen hebben weer zitten haten op het feit dat ik dat had gekocht. Maar ja, nogmaals, is het wel echt een soort van mijn eigen verdiende geld. Ik heb nooit... Ja, ik weet niet, mijn ouders hebben nooit gek veel voor me betaald ofzo. Ik heb alles wat ik nu uitgeef is gewoon mijn eigen geld en ik werk er ook hard voor. Zeg maar, sommige mensen zeggen ja, vloggen, het is met je leven filmen en bla bla. Oké, soms laat ik echt wat steekjes vallen qua uploaden en bladibla, maar ik ben daarnaast ook DJ. En daarnaast zit ik ook nog bij Concentrate en dat is een kanaal waar ik super veel tijd aan kwijt ben. Tenminste, de afgelopen tijd was ik er heel veel tijd aan kwijt. En nu hebben we even een pauzeperiode, maar dat gaat ook weer beginnen. Ja, ik heb eigenlijk gewoon 3 banen. Dat is en Concentrate en vloggen en DJ. Dus dat, ja, af en toe wil ik mezelf gewoon verwennen. En soms doe ik dat misschien een periode iets vaker. En dan, ja, ik wil het ook niet goed praten of zo. Maar eigenlijk wel. Ik vind het niet nodig dat er zo opgehaald moet worden. Anyway, ik heb deze nu dus al gebruikt voor Oostenrijk. Waar had ik hem nou laatst ook voor gebruikt? Nu klink ik echt weer als een debiel. Oh ja, toen ben je door mijn slaapwanden. Altijd als ik ergens geslapen is mijn nefvoel gewoon net iets te klein. En deze is gewoon perfect. Dus nu ga ik naar mijn moeder. En heb ik ook echt wel wat aardige spulletjes meer nodig. Dus komt hij ook weer mooi uit. Binnenkort ga ik weer naar Milaan. Dan komt hij ook uit. Met Danique wilde ik naar Parijs. Komt hij ook uit. Dus eigenlijk is het een van mijn beste kopen de afgelopen tijd. Wat wel een beetje een miskoop is geweest zijn deze oorbellen. Die ik in Milaan heb gekocht. Want... ik draag ze bijna niet. En als ik ze draag, dan denk ik... ik vind ze niet zo leuk bij me staan. Dus dat is wel een beetje jammer.
De bel gaat net. Mijn pizza, als het goed is. Ik heb even naar chill omgekleed. Wit shirt en mijn nieuwe joggingbroek die ik van mijn broer heb gekregen voor mijn verjaardag. En ik heb een pizza besteld. Ga ik snel eten. En dan ga ik richting Rotterdam. Want vanuit daaruit ga ik weer naar Ambacht. Hoi. Hoi. Looks really good. En natuurlijk met een koude cola light. Mijn tas is lekker onefficiënt ingepakt. En ik ben klaar om te gaan. Pak dan. Wat is dat voor een camera? Dat is mijn vlogcamera, dat is mijn werk. Die heeft al een paar jaar of zo, maar goed. Ik ben bij mijn moeder thuis en Matthijs is er. En we gaan lekker scrabbelen. En we gaan lekker scrabbelen. Hoe het werkt, weet ik niet. Ik ook niet. Dus gaat me uitleggen. Nee. Is dat weer klinkers? Mamsie Pamsie. Wat? Is dat waar je klinkers kan kopen? Nee. Klinkers kan niks kopen. Ja, vanaf mag je klinkers. Je hebt niet het geld. Nee, dat is Monopoly, dat je straten koopt. Toch? Als je licht aan kan laden, zou het fijn zijn. Nou, als die tering opladen, hè. Dan moet je gewoon een nieuwe oplader kopen. En mijn moeder heeft gehaktballen gemaakt. En dat zijn de lekkerste gehaktballen van de wereld. Dus die ga ik lekker opsmikkelen. Nou, weet je wat ik morgen ga doen, Matthijs? Nou? En je gaat jaloers zijn. Met Bobby Bot op stap? Nee. Jaloers. Doe maar 3 keer raden. Oké, okay, jij gaat naar Parijs toe? Nee. Want dan ben je jaloers op en dan ga je zelf ook. Ja, inderdaad. Jij gaat naar Bali toe? Dit is in Nederland. Jij gaat een massage hebben? Nee. Jij gaat optreden met mensen? Nee. Maar ik heb al 3 keer geraden. Ik ga naar de Efteling. Is dat niet leuk? Ik dacht, daar komt het. Is dat leuk? Ja, nou ja. Het is bijna het leukste wat je kan doen in Nederland. Ik heb in Disneyland Parijs gewerkt, man. Ja? Dat is toch niet de Efteling? Nou, dat is het inderdaad. Oké. Okay. Nou, leuk voor je. Ga je lekker met tussen de elfen. Ik heb ook de trollenkoning in die boom met. Ja, kun je dit in de koelkast zetten? Ja, nee. Ik ga het gewoon lekker drinken. Saai. Wat zeg je? Ik zei saai. Ja. Het spel is echt 10 keer saaier dan ik had verwacht. Ja, inderdaad. Ik speel Russel, zeg maar, op mijn telefoon. Dat is nog wel leuk. Heeft iemand een H? Dan kan ik die ruilen. Je mag niet ruilen. Ja, je mag wel ruilen, maar dan gaat je beurt voorbij. Maar dan niet met iemand anders, maar met, met dat zakje. Echt? Jij komt elke keer later met spelregels aan. Zo kan ik ook winnen. Oh. Ik doe dit. Nee, mag niet. Nee. Dan kon ik het woord jihad maken. Wat is dat? Dat zijn de vrijheidsstrijders voor, die ook terroristische aanslag hebben gedaan. Nou, gezellig. Leuk potje. Maar jihad betekent eigenlijk iets anders. Goed verhaal. Maar dat wordt gebruikt als er bijvoorbeeld een struggle. Wat is jouw jihad? Mijn jihad is om de wereld beter te maken door te zeggen dank je elke keer als ik iets krijg. Wat is jouw jihad? Om de wereld moslim te maken en dan blaas ik mezelf op. Wordt een beetje verkeerd gebruikt. 11, 12, 13, keer 9. Betekent dit nou dat ik de meeste punten van iedereen heb gehaald? 13 keer 9 plus 50, mijn hemel. Jezus, Mina. Wat ben ik getalenteerd. 167. Miss Travel Queen. 167 punten in 1 keer. Oh, en het totale aantal van Matthijs staat op 61 punten en van jou 85. Ja, zielig, hè? Ja, echt zielig. Ik vind het echt een heel leuk spel, net. Wie staat ervoor? Jij natuurlijk. En wie niet? Deze. Moeders gehaktbal. Yummy, yummy, yummy. Ik lig lekker in bed. Ik ga er zo nog even uit mijn make-up eraf halen. En ik ga lekker slapen met Matthijs. Die mijn shirt uittrekt. Hallo, hier ben ik. Ik ga lekker slapen met Monica. Omdat ik zo van haar hou. Matthijs, doe niet zo eng. Oh. Matthijs, doe niet zo eng. Kriebel, kriebel. Ja, dief op. Oké, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Ik heb echt, denk ik, mijn voet gekneusd. Waar komt dat opeens vandaan? Ja, ik weet niet. Ik voel dat gewoon de hele tijd. Meteen hier dit. Oh ja, dat heb ik ook wel eens. Het lijkt alsof ik al meteen heb gekneusd door die hakken. Oh ja, dat heb ik nooit. Dat doet echt tering veel pijn. Ja. Oh, yo. Dat klinkt. Auw. Oké.
Zeg niet normaal. Ik zie jullie morgen. Doei doei. Doei.